Vanaf het begin van het christendom verspreidde zich de idee dat waarachtig christelijk leven niet met aardse genoegens kan samengaan. Iedereen was ervan overtuigd dat de woestijn de ideale plaats was om niet alleen de bekoringen, maar ook de lauwheid van de wereld te ontvluchten. Daarom leefde een monnik helemaal alleen. Maar zelden waren ze zo alleen als ze gewenst hadden, daar de faam van hun heiligheid vele leerlingen aantrok. Spoedig ontstonden er gemeenschappen van monniken die in kloosters bijeenleefden. Oké, mooi. Goedenavond en welkom bij Kruispunt. Welkom bij de speciale kloosterserie Op Reis. Want Kruispunt gaat net als vorig jaar op reis langs Nederlandse godzoekers in buitenlandse kloosters. En ik kan u verzekeren, deze Nederlanders wonen op de mooiste plekken van Europa. In de heuvels van Assisi, aan het strand van Jutland. Of zoals vandaag, op deze mooie zomerse dag in het vlakke land van Vlaanderen. Ik ben vlakbij Brecht, dat is een klein plaatsje vlak onder Antwerpen. En daar is het klooster, de abdij Ons Lieve Vrouw van Nazareth. Daar werken en bidden 34 zusters trappistinnen. En één van hen koos ooit voor een leven daar in dat klooster na een ernstige ziekte. En ik wil van haar weten of je een crisis in je leven nodig hebt om te weten wat de weg is die je moet gaan. Ik heb het dan over de Nederlandse religieuze Gabriella Liesen. Ze woont, werkt en bidt al ruim 20 jaar in dit klooster achter mij. En ik mag een paar dagen haar gast zijn. Zuster Gabriella. Ja, kom. U bent het? Ja. Ik ken u alleen van uw stem door de telefoon. Ja. Voor mij ook. Ja, mij ook, ja. En ziet u er tegenop? Nou, ik ben benieuwd eigenlijk hoe dat gaat worden. Ja? Ik ga met u mee. Dit is mijn kamer, kamer 2. Kamer 2, ja. Het is een beetje zoals het hoort te zijn, hè? Een beetje kaal, kruis. Ja. Een bed. Een tafel. De Bijbel zie ik. Ja. En de levensregel. Hier ligt de levensregel van de stilte en de eenzaamheid. Wat is nou belangrijker voor u? Ik denk dat je niet puur van elkaar kunt scheiden. Mm. Houdt u van de stilte? Ja. Waarom? Waarom? Omdat de stilte spreekt. Voor mijn moeder was het, ze zei, ja, als je dat graag wilt, is het goed. Voor mijn vader was dat veel moeilijker. Die vond dat ik veel te jong was om zo'n beslissing te nemen. Hoe jong was u? Ik was 21 als ik het hen zei. En die vond dat ik moest wachten zo tot mijn 30ste. Zo wat ouder en dan betere keuze kunnen maken, zei hij. Je moet niet op ieder kruispunt, als je de weg niet weet, wacht dan even. Niet te vlug. En ik heb hem dan proberen uit te leggen. En ik heb hem gezegd,
nee pa, zo zit het niet. Het is nou het moment. Ik voel, nu heb ik, nu is er het elan. Nu kan ik erop ingaan. En ik, als ik zou moeten wachten tot mijn 30 is, dan ben ik zeker getrouwd. En ik heb een hele reeks kinderen. Er is niets mis mee? Nee, helemaal niks mee. Maar ik zou altijd een diep heimwee blijven voelen. Er wordt niets gezegd, hè, zusters? Helemaal niets. Waarom niet? De geest vrijhouden. Als er geen mededeling nodig zijn. Er zijn veel dingen die niet moeten gezegd worden, eigenlijk. Hè? Dat is toch zo, hè? Dus vindt u het ook fijn om met uw handen wat te doen? Ik werk graag met mijn handen, ja. Het is een werk waar je je aandacht gemakkelijk bij kunt houden. En waarbij je tegelijkertijd van binnen heel rustig bent. Kunt bidden. Ja, gewoon in vrede bent. U gaat wel veel sneller dan ik, zuster. Nou. Nou, als je kijkt naar mijn emmer. Ja. Maar u doet het heel ruw. Ik denk het niet. Nee? Maar ik denk dat u veel meer babbelt dan ik. Ja, maar dat komt ook omdat ik af en toe wat vragen wil stellen. Zou u hier stil kunnen zijn? Ja. Ja? Ja, ja. Ja, dat zou ik hier wel kunnen, ja. Dit is wel een omgeving die uitnodigt om... om stil te zijn en ook gewoon om het alleen maar je handen te laten spreken. Omdat ik denk... voor ons als gemeenschap, als we zo in gemeenschap leven en zo in stilte arbeiden... dan is er veel meer communicatie als u eigenlijk met vragen... Ja? Achter dingen probeert te komen, als ik u goed versta, hè? Mm-hmm. Ja. En waarom is er dan meer communicatie? Omdat we zijn ten eerste met verschillende generaties. En ik denk dan vooral aan de oudere zusters... die eigenlijk veel meer met hun hart communiceren. Hm. En dus als je daarnaast zit, moet ik zeggen, met het werk... en als u zegt van onthaasten of als je onrustig bent of zo... Zij zijn in staat om, als het ware met hun hart... Mm-hmm. heel die onrust van mijn hart weg te nemen. Alleen maar door stil te zijn? Door zo aanwezig te zijn... dat ze die onrust als het ware helemaal kunnen verslinden, opeten. Dat die weg is. Dus eigenlijk denk ik dat lindebloemekes thee... smaakt dus naar stilte. Je kunt misschien trek in de stilte krijgen, ja. Het is wel opvallend dat u dat zegt. Dat u eigenlijk zegt van stel geen vragen, maar wees stil. Ja. En doe het gewoon. Sint Benedictus, uit het 18e hoofdstuk. In welke volgorde deze psalmen gezongen worden? In de vespers worden iedere dag 4 psalmen gezongen. Deze psalmen beginnen bij psalm 109 en lopen tot psalm 147.
Gabriella Liese zit al 23 jaar in het klooster in het Vlaamse Brecht. Ze komt oorspronkelijk uit het Brabantse Oosterhout, maar daar wil ze het klooster niet in. Dat is te dichtbij. In haar jeugd wil ze niets liever dan arts worden om anderen te kunnen helpen. Maar wanneer ze in 5 Atheneum zit, slaat het noodlot toe en wordt ze zelf ziek. Ze krijgt een hersenvliesontsteking en balanceert op het randje tussen leven en dood. Ik kreeg veel injecties. Dat is nu ook al lang geleden, hè? Die methode toen. Van antibiotica, dus uit de koelkast, was koud. En ik weet, 1 nacht werd ik wakker en er was een verpleger bezig. En hij zei niks en ik ook niet. En hij had zo'n baard en ik raakte die baard aan en hij keek naar mij. En in zijn ogen las ik, maar leef toch, leef, ik wil dat je leeft. En voor mij was dat de beste medicijn. Veel meer als die antibiotica die hij mij gaf. En toen moest ik me helemaal heroriënteren. En ik wist eigenlijk absoluut niet in welke richting dat ik het moest zoeken. Wat heeft u toen gedaan? Toen ben ik een jaar gaan werken bij de Zusters Augustinisten van Sint Monica. Dus ik heb een jaar in Parijs gewerkt bij hen op de foyer. Waar ze prostituees opvingen, eventueel met een kind. En U heeft Parijs leren kennen. U weet hoe de wereld eruit ziet. Dat u dan kiest voor de stilte en beslotenheid hier. Voor de onvrijheid hier. Nee, ik koos voor het leven. En voor mij was het echte leven. Terwijl, daar wordt zoveel, hoe moet ik dat zeggen, zijn zoveel dingen die je daarvan afhouden. En dat vond ik, dat was mij niet waard. Ik wou alles hebben, heel het leven. Ja. U sprak over die hersenvliesontsteking. Was dat nou levensbedreigend? Dacht u, misschien ga ik wel dood? Nee, dat heb ik nooit gedacht. Wel op een gegeven moment, als ik zo bemerkte dat ik iets gedaan had en infusie uit had getrokken waar ik mijzelf absoluut niet van bewust was, van ga ik nou gek worden? Was je er bang voor? Ja, want dat leek mij het ergste. Dus dat je geen contact kon maken meer met een ander. Zuster, ik ben gekomen met veel vragen, maar toch wel met 1 speciale vraag. Heb je nou een crisis in je leven nodig om te weten wat de weg is die je moet gaan? Wel, ik denk om de weg naar het leven te vinden, moet je kunnen luisteren. Dus naar je hart, denk ik. Want je kunt niet gelukkig worden als je niet luistert naar je eigen hart. En als daar dingen zijn die je beletten om te luisteren, dan denk ik dat er een crisis nodig is. Of nodig is, dan ontstaat er een crisis, denk ik. Gewoon omdat de werkelijkheid van de mens die je dan bent, met de realiteit van God gewoon botst. Alleen mij maakt het enorm dankbaar. Ik heb de laatste nacht op een zaal gelegen naast een mevrouw. En haar zoon, die was mijn leeftijd. En die kon niet meer spreken. Die kon alleen maar En dus die had hetzelfde gehad. Maar die was een bepaald gedeelte van zijn hersens aangetast. En denk je, waarom hij wel en ik niet? En kijkt u er niet naar boven, naar God? Ik kijk naar boven, naar God. Zo zou ik het niet willen zeggen. Het maakt je eerder een stukje kleiner. Je kijkt dus naar beneden? Ja, eigenlijk wel. Maar dat kleiner zijn maakt je ook een stukje vrijer. Een stukje meer verbonden met God, maar ook met diegene bij wie het anders is uitgedraaid.
de zin van een crisis. Denk altijd terug een stuk inkeer. Dat er ergens een appel is op een stuk van je leven wat aan het verloren, wat je aan het verliezen bent. We hadden het over die crisis in je leven toen u in de vijfde klas van het Atheneum zat. Maar is dat later nog wel eens een keer gebeurd, bijvoorbeeld hier in het klooster? Heeft u nog eens een keer zo'n ingrijpende crisis meegemaakt? Wel, dan denk ik aan... was rond 87, zoiets. Dan was ik verantwoordelijk voor de inmaak. En we hebben een diepvrieskamer waar je dan in werkt. En dus daar is het altijd min 20. En door het werken daar werd mijn bloed... kreeg heel rare reacties. En toen de onderzoeken bleek dat ik een systeemziekte had. En vooral op mijn afweermechanisme dat helemaal ontregeld was. En dat maakte dat ik overal ontstekingen deed. En mijn lichaam kon geen onderscheid meer maken tussen indringers en eigen cellen. En ik weet, als ik die uitslag kreeg, die dokter zei, ja, je zou binnen 3 maanden in een rolstoel kunnen zitten als dat zo actief doorgaat. En als ik thuisgekomen ben toen van de kliniek, dan ben ik naar de kerk geweest. En ik heb gezegd, hoe moet ik daarmee om? Wat zegt mij dat? En toen moest ik denken aan een evangelietekst. De Heer laat het regenen over goede en kwade. En ik dacht, ja, wat zegt mij dat nou? En ik heb dat zo vertaald. Ik ben als het ware naar al die plekken in mijn lichaam gegaan. Waar er cellen waren die aan het vreten waren. Gewoon andere cellen opvraten, zomaar. Zonder enige aanleiding. En anderen die opgevreten werden. En ik heb gezegd tegen degenen die aan het vreten waren, wel, ik hou van jou. En tegen die anderen die opgevreten werden, ik hou ook van jou. Ik hou van jullie alle twee, jullie mogen er alle twee zijn van mij. En ik heb ze daarmee omringd, als het ware. En is het toen beter gegaan? Ik ben toen terug in evenwicht gekomen, een stuk. En wat leert dat? Ga naartoe. Probeer aanwezig daar te zijn. En probeer ernaar te luisteren. En ergens, ja, je lichaam ligt als het ware niet. Die geeft toch aan. Een dokter zal zeggen, je hebt medicijnen nodig en et cetera natuurlijk. En dat is ook zo. Maar wij kunnen zelf toch ook veel. Door naar ons eigen lichaam te luisteren, denk ik. Probeer vrede te sluiten met datgene wat vijandig is voor je. Ja, zeker. En probeer het onder ogen te zien. Ja, probeer ernaar te kijken. Schuif het niet weg. Nee. Omdat ik denk dat misschien die vijandigheid ontstaat, juist omdat het ook gezien wil worden. Even oppassen voor uw hoofd. Waar zijn we hier, zuster? We noemen het hier de theezolder. Dus de lindenbloemen die we geplukt hebben, ja? Die worden hier te drogen gelegd. Dus... Mag ik even ruiken? Zeker, ga maar.
En u vraagt u natuurlijk, waar ruikt het naar? En wat is uw antwoord dan? Ja, ik denk aan wat u gisteren zei. Als je ruikt, hoop ik dat je trek krijgt in de stilte. Het is wel tekenend dat ze hier in de stille omgeving ligt te drogen. En eigenlijk ook verborgen. Ja. Alles heeft de tijd nodig om te rijpen. En dus dat is een heel belangrijke kant van de verborgenheid. Die we gewoon heel hard nodig hebben. Dat kan uitwendig een ruimte zijn waar je iets wat meer in terugtrekt. Maar ook inwendig, dat je niet direct alles te berde brengt wat er door je hoofd schiet. Dus we zeggen het al in het spreekwoord, het schiet maar even op en neer. Het is wat er straks een van de zusters zei bij het pultjes plukken. Alles hoeft niet gezegd te worden. En dat is ook zo. Omdat het dan naar beneden kan vallen en daar ja, op de goede plaats komen. En je begint dan meer verbanden te zien en ja, het leven te ontdekken. Gabriella woont met 33 andere trappistinnen in de abdij Onze Lieve Vrouw van Nazareth. Ze leven er volgens de regel van Benedictus, ora et labora, bid en werk. De zusters maken en verkopen zeep, ze naaien liturgische gewaden en hebben zich gespecialiseerd in echt monnikenwerk. Ze borduren vlaggen en vaandels. Zo voorzien ze in hun eigen onderhoud. Het technisch onderhoud is de taak van zuster Gabriella. Als klusjesvrouw zorgt zij voor de apparatuur, de verwarming en de elektriciteit. Hier is direct een buis voor de opening. Ik zie dat er een defect is met de geluidsinstallatie in de kerk. En het zou kunnen dat er een draadje los is in een van de contacten. Dus dat zou ik graag even controleren. En weer direct bukken. Er zit er weer één achter hier. Kijk. Ik weet het precies. Ja. Oké. Okay. Ik denk toch dat we verder op moeten zijn die kant. Okay. Dat we terug die kant in moeten. Als we hier net binnengekomen zijn, als we hier doorgaan, dan zitten we al onder de kerk. En dan zit u dus onder de plek waar u altijd bidt. Inderdaad, ja. Waar u zingt. Ja. U zalmen bidt en zingt. Ja. We hebben over verschillende crisis gesproken. U noemt het confrontatie. Is er wel eens een moment geweest dat u dacht, waar is God? God is afwezig. Ik worstel daarmee. God is afwezig. Ik denk dat is. Je kunt wel zeggen, ik voel hem niet of ik word hem niet gewaar. Maar daarmee is hij niet afwezig. Soms hoort je dat soms dat men zegt, ja, God is afwezig. Maar werkelijk afwezig, ik denk. Dat is zoiets ergs en zoiets. Ja, zou ik zeggen. Koud en zoiets donker. Dat de meeste mensen eigenlijk niet goed weten waar ze het over hebben, denk ik. Als ze zeggen, God is afwezig. Maar heeft u het wel eens meegemaakt? Dat is een groot woord. Die kou en die duisternis. Dat is een heel groot woord, hoor. Nee, ik denk heeft u er wel eens iets van ervaren? Misschien, ja. Maar ik denk, het is vooral, waar ben ik aanwezig? Hij is aanwezig, maar waar ben ik aanwezig? Ben ik er? We zijn hier nu in deze kruipruimte. Mm-hmm. Zegt die kruipruimte u iets over dat wat er dan in de binnenkant van uzelf ook kan gebeuren? Ja. Er kan net als hier, als het soms een maand geleden is of langer, dat je in een bepaald gedeelte van de kruipruimte geweest bent, dan zit je onwillekeurig met je hoofd in een aantal spinnenwebben. Een stof dat er opgevallen is ondertussen. Is er ergens anders in de buurt een zwaar werk geweest van boren, dan kan dat ding losgetrild zijn.
Dus het is niet zo dat alles, als je het eenmaal piekfijn in orde hebt, dat je kunt zeggen, dat is nu in orde en ik hoef hier niet meer te komen. Dat vraagt ook een voortdurende zorg en aandacht. Dus je kan zeggen, ik ben gelukkig. Ik heb, mijn hart heeft alles wat het verlangt. Nu ontspan ik. Ontspan ik in die zin van, hoe moet ik dat zeggen? Je laat een zekere een spanning los. Dan verwoordt dat. Dan raakt dat dichtgeslipt. Er komt er ook spinnenwippen in uzelf. Zeker, ja. Dus u komt af en toe ook uzelf hier tegen? Ja. Het is... En je hebt dan ook soms veel geduld nodig om het te vinden hier. Ja. Er zijn grote afstanden. Zit het hier in het contact of zit het verder in het contact? Oké? Hebt u het? Hier hebben we terug de verwarmingsbuis. Oké. Dus ik denk dat we hier moeten zijn. Even kijken. Ik zal even... Hier. Ja? Ik schijn voor u, zuster. Hoe zegt u? Ik schijn. Oké. Die schijnt wat los te zitten. Want u bent overwezen zoeken. Ja. Dus als ik die nou wat aandraai. Het zou kunnen zijn. We zullen de trek boven even uittesten. Maar ik vermoed dat het deze is geweest. Goedemorgen, zuster. Wat heeft u er meegenomen? Wel, ik dacht dat het leuk zou zijn om met een kopje lindenthee af te sluiten. Lindenbloesemthee? Lindenbloesemthee, inderdaad. Lindenbloesemthee, heeft u mij geleerd? Ja. Lindenbloemen plukken. Dat is het verstillende werk. En u vond toen dat ik te veel vragen stelde. Inderdaad. En dat ik niet genoeg stil was. Nou, ik heb hier nu wel een beetje de taal van de stilte ontdekt. Oké. Ja. Lekkere thee, zuster. Lekkere thee. En waar smaakt die nou naar? Naar meer. Of naar lindenbloemen. Je mag kiezen. Ik heb ook nog een vraag aan u. Want toen ik hier kwam, had ik die ene vraag. Heb je een crisis nodig in je leven om te weten wat de weg is die je moet gaan? Nou, daar heeft u op tal van momenten antwoord op gegeven. Maar wat is nou het meest indringende antwoord wat u eigenlijk ons zou willen meegeven? Daarvoor heb ik deze kaart. Dat is de kaart van het klooster. De kaart van Abdij, Onze Lieve Vrouw van Nazareth. Zou je op de achterkant hiervan uw boodschap aan mij en de kijkers willen opschrijven? Ja, wat zegt u eigenlijk? Luister naar je hart
En ontdek de bron van je leven. Ja. Ja. Ik dank u zeer. Maar ik heb er ook een voor u zelf. Omdat u toch verschillende keren gevraagd hebt en gezegd hebt dat u ook zelf die weg van stilte en van het bewonen van je hart aan het gaan bent, vond ik het ook leuk om voor u persoonlijk iets te schrijven. Ja. En daarvoor heb ik gekozen een afbeelding hier op de ingangsdeur. En dat is de afbeelding van? Dat is een vredesengel. Ja, vrede voor de mensen die hier binnenkomen. Ja. Ik lees hem voor, zuster. Dat mag, hè? Tuurlijk. Bewoon de stilte. Laat je gidsen door zijn woord. Opdat je hart mag leven. En dat leven mag doorstromen. Leven met een kleine L en met een grote L. Dank, zuster Gabriella. Heel veel dank. Ik geef u een hand en ik geef u een zoen. Ja. Zeer veel dank. Oké. Okay. Van harte. Dit was Kruispunt. Volgende week zijn we er weer. Zou ik het anders vasthouden van u? Dat kunt u. Je weet soms inderdaad niet als je iets losmaakt waar je aan begint, waar je voor komt te staan. Dat zien we hier nu, hè? Ja, hij zit hier goed. Kijk, want hij zit hier goed. U heeft Parijs leren kennen, u hield van uitgaan, u hebt gesport, u heeft een gewone middelbare schooltijd gehad. U weet hoe de wereld eruit ziet, dat u dan kiest voor de stilte en beslotenheid hier. Voor de onvrijheid hier. Nee, ik koos voor het leven. En voor mij was het echte leven, terwijl... daar wordt zoveel, hoe moet ik dat zeggen, zijn zoveel dingen die je daarvan afhouden. En dat vond ik... Ja, dat was mij niet waard. Ik wou alles hebben. Ja. Heel het leven. Ja. In het gewone leven houden zoveel dingen je af van het echte leven. Ja. Ja? Ja, voor mij, hè. En wat is het echte leven dan? Dat is het echte leven. Ik denk leven in zijn aanwezigheid. Met God. Ja. En die noemde u vroeger als kind al vogel. Ja. Vuur, vrijheid... Eenzaamheid. En stilte. Ja. Ja. En heb je nu een crisis nodig in je leven? U was ziek. Ja. Hersenvliesontsteking, vijfde klas middelbare school. Om die weg naar het leven te kunnen vinden. Wel, ik denk... om de weg naar het leven te vinden... moet je kunnen luisteren. Dus naar je hart, denk ik. Want je kunt niet gelukkig worden als je niet luistert naar je eigen hart. En als daar dingen zijn die je beletten om te luisteren... dan denk ik dat er een crisis nodig is. Of nodig is, dan ontstaat er een crisis, denk ik. Gewoon omdat de werkelijkheid van de mens die je dan bent... met de realiteit van God gewoon botst. En je kunt... Hoe je reageert op die botsing is, ja, dat doe je zelf. Of je blijft erbij en je kijkt ernaar, je luistert ernaar. Of je zegt, nou, daar wil ik niks mee te maken hebben. Dat is vrij. Maar zegt u hiermee dat iedereen die op een gegeven ogenblik zijn hart niet volgt,
zal zo'n crisis meemaken, omdat je dan jezelf gaat forceren. Een mens kan veel verdringen en veel opzij schuiven en zich storten op duizend en één zaken waarin hij denkt dat hij dan vrij is om te kiezen. Maar ik denk dat hij dan helemaal niet vrij is, omdat hij het niet kan toelaten. Maar vogel, of God moet zeggen, is vrijheid. Die zal nooit dwingen dat je daarop ingaat of op moet ingaan. Dat is volledig tegengesteld. Maar mijn vraag blijft, heb je daar een crisis voor nodig? Ik denk als je werkelijk in een luisterende houding naar je hart luistert, hoeft dat niet voor iedereen. Hoewel, dat denk ik, iedereen heeft toch wel op een bepaalde, ook op een dieper niveau, soms zaken ja, waar hij aan gehecht is op een manier dat hij toch afhoudt van meer voller leven. En die confrontatie daarmee kan een crisis veroorzaken, denk ik. De klokken luiden. Inderdaad. Dat is voor de? Complete. En wat is dat voor een moment in uw dag? Een dagafsluiting eigenlijk. Een einde van een dag van leven. En die leggen we terug in Gods hand. Die hebben we 's morgens ontvangen en die leggen we 's avonds weer terug. En hoe doet u dat? Door samen psalmen te zingen. Dus we doen dat ook samen. Sprak over die hersenvliesontsteking. Was dat nou levensbedreigend? Dacht u, misschien ga ik wel dood? Nee, dat heb ik nooit gedacht. Wel op een gegeven moment, als ik zo bemerkte dat ik iets gedaan had en infusie uit had getrokken waar ik mijzelf absoluut niet van bewust was, van ga ik nou gek worden? Was u er bang voor? Ja, want dat leek mij het ergste. Dus dat je geen contact kon maken meer met een ander. Omdat ik had momenten dat ik zelf heel goed wist dat ik met een verpleegster iets zei wat ik helemaal niet over wou spreken of zeggen, waar helemaal niet was waar ik mee bezig was. Ik had daar ook helemaal geen beheersing over. En dus dat is... Dus je voelt dan dat onvermogen om te communiceren ontzettend scherp. Was u de regie over uw leven kwijt? Nou, dat een vraag van een... Want dat gebeurde eigenlijk dus. Als je dat zo scherp wilt stellen. Ja. Allee, Niet inderdaad. Ik had daar geen beheersing over. Dat was... Dat vond ik heel erg. En kon u erover praten toen? Nee. Dus dat moet je in stilte... Met je dragen. Mm-hmm. Ja. Totdat je merkt op een gegeven moment dat het leven er terug is, dat ik er doorheen ben. Ja. En dan besef je ook, alleen mij maakt het enorm dankbaar. Ik heb de laatste nacht op een zaal gelegen naast een mevrouw. En die vroeg wat ik gehad had en ik vertelde dat. En ze keek mij zo aan en ik verstond haar niet. Maar nadien kreeg zij bezoek van haar zoon, die was mijn leeftijd. En die kon niet meer spreken, die kon alleen maar En dus die had hetzelfde gehad. Maar die was een bepaald gedeelte van zijn hersens aangetast. En denk je, waarom hij wel en ik niet? Ik ben zogezegd restloos genezen. Dus zonder restverschijnselen of niks. Ja. Dat is... Waarom hij wel en ik niet? En heeft u daar een antwoord op? Nee. En kijkt u er niet naar boven, naar God?
kijk naar boven, naar God. Zo zou ik het niet willen zeggen. Het maakt je eerder een stukje kleiner. Je kijkt dus naar beneden? Ja, eigenlijk wel. Maar dat kleiner zijn maakt je ook een stukje vrijer. Een stukje meer verbonden met God, maar ook met diegene bij wie het anders is uitgedraaid. Dat is... Mooi. Oké. Laten we zomaar gaan.